Jongens, het is gewoon duidelijk dat de producers ruzies uitlokken zodat de site vaker wordt bezocht. Ja, ja, dat is waar. Zo komt Violetta aan al die views. Wat? Niks, maar door heel die zaak met Leon en Thomas heeft jouw profiel de meeste viewers van ons allemaal. Echt geweldig. Het programma zou toch over muziek gaan? Ja. Maar ja. Vio, maak je daar nu niet druk om. Je moet geconcentreerd en rustig zijn voor de presentatie van morgen. Ja, denk daar maar aan. Als iemand het verdient om bij de vier finalisten te zijn, ben jij het. Tellen enkel de punten van de jury? Nee, je hebt de punten van het publiek en de punten van de jury. Dus van Gregorio en die van Rafa Palmer. Ja, de vier kandidaten met de hoogste scores mogen naar de volgende ronde. De rest valt af. Dat de beste mogen winnen, hè? Ja. Dat wil dus zeggen. Focus je op het optreden van morgen en schitter. Ja, en je moet repeteren. Of waan je jezelf soms een superster die je nu moet oefenen? Hè? Oh ja, ik ben meer dan een superster. Ik ben een universum op zich. En als ik niet meer besta, doet de wereld van... en vergaat. Maar als je niet repeteert, verlies je. Wat ben jij toch lelijk, Fran? Ik ben geen loveback zoals jij. Ik ben wat je noemt een natuurtalent. Oh. Geef toe dat ze je goed imiteert. Klep dicht. Violetta is weg. Heb je dat gehoord? Ja.